Hallo. In mijn herinnering is de film An Inconvenient Truth uit 2006 van Al Gore een van de belangrijkste aanjagers geweest in het wereldwijde klimaatdebat. Het was niet meer dan een veredelde TED-talk, maar de animaties van overstromingen gekoppeld aan echte beelden maakten destijds de tongen los. De angst voor overstromingen gaat ver terug tot aan de Bijbel met de Ark van Noach en nog verder terug tot aan het Gilgamesh-epos. En telkens ligt de oorzaak bij de mens zelf. De Bijbelse God straft de mens omdat hij zich slecht gedraagt. En bij de huidige klimaatdreiging is het de mens die slecht omgaat met de aarde. Ha! Zullen sommige mensen gedacht hebben toen begin het jaar de roman Clivi verscheen van Adriaan van Dis. Eindelijk een Nederlandse klimaatroman van een gerenommeerde schrijver. De afgelopen jaren is er namelijk vanuit verschillende hoeken op gewezen dat de klimaatproblematiek nagenoeg afwezig is in de Nederlandse literatuur en werd er in navolging van Amitav Ghosh en zijn essaybundel The Great Derangement gezocht naar mogelijke verklaringen. Volgens Ghosh is die afwezigheid het symptoom van de oorzaak. Het Westen blinkt uit in kortzichtigheid, terwijl het ondertussen de planeet onbewoonbaar maakt. In opiniestukken van onder andere Jan-Willem Anker en Fiep van Bodegom werd dit aangevuld met andere mogelijke oorzaken, zoals de schaal en de complexiteit van de klimaatcrisis, de antropocentrische insteek van romans en het gebrek aan een pastorale traditie in Nederland. Het zijn stukken waarin wordt nagedacht wat een klimaatroman zou moeten zijn, met de impliciete boodschap dat er een behoefte aan is of dat deze romans nodig zijn. En dat is een wat vreemde gedachtegang. Studenten van de Universiteit Utrecht startten vorig jaar de website Liternatuur met artikelen over en verwijzingen naar klimaatliteratuur. Het lijstje fictie is bescheiden en het boek dat tot op heden wellicht de meeste aandacht heeft gekregen is Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman, waarin de opdracht voor de mens om zich zowel met menselijke als niet-menselijke zaken bezig te houden wordt onderzocht. Wij kunnen niets zonder de wereld, maar zonder ons heeft de wereld geen enkel probleem. En nu is er dus het boek Clivi dat we aan dat lijstje kunnen toevoegen. En de titel suggereert dat het een science fiction verhaal is in de traditie van de Anglo-Saxische climate fiction, Clify. Maar Van Dis biedt iets anders. Sterker nog, de lezer die een chronologisch, dystopisch, ecokritisch verhaal van overlevers verwacht, zal teleurgesteld zijn. Dit boek is geen belerende klimaatwaarschuwing, maar het onderzoekt het genre. Het is een weergave van de maatschappelijke en geestelijke klimaatverandering. Het boek is inderdaad een soort fladderdans langs problemen, denkpistes en opinies geworden. Ik speel er met bittere vrolijkheid mee en giet het in een parabel. Precies dat uitgangspunt van een fladderige parabel, overigens bevolkt met spreeuwen, maakt Clivi interessant. Maar daardoor is het ook lastig te duiden voor mensen die het boek niet hebben gelezen. De verhaallijn van de overstroming begint pas op een kwart van het boek, in het vierde hoofdstuk van de zeven. En daarvoor is dus het onderzoek naar het genre al begonnen. We maken in het eerste hoofdstuk kennis met Puma, de loerende en jagende interne stem van de schrijvende hoofdpersoon Jacob Hemmelbaan, die het personage laat twijfelen aan zijn woorden en hem probeert over te halen wijzigingen aan te brengen. Ontsmet je woorden als een wond. Hou het klein, maak van de ramp een incident. Diezelfde Puma stelt hem verderop de vraag dat hij als schrijver toch serieus genomen wil worden. En toch geen science fiction aan het schrijven is. Kortom, echte Clivi is enkel vermaak. Die Puma is dus de personificatie van de zelfcensuur en lijkt daarmee een verlengstuk te zijn van de president van Nederland, want de monarchie is verdwenen. En die president wordt door Jacob stelselmatig de nar genoemd. Een klimaatontkenner die van kunst een staatszaak heeft gemaakt en tegen de elite ageert. En het grootste venijn zat in jezelf, want ongemerkt paste je je aan. De nieuwe orde was geen dwangbuis, maar een huid. Je wende eraan, je groeide erin. Het boek dat Jacob schrijft is een daad van verzet. Het is een heldhaftige daad tegen de president en de overheid die onderdrukt. Het geestelijke klimaat loopt gevaar door de boze retorica en het slachtofferdenken dat uitmondt in de wens van een eenvoudige weergave van de werkelijkheid. De Hongaarse afkomst van Jacob en ook die van de klimaatwetenschapper Dr. Horvat, een ander personage, legt een historische parallel met het communistische bewind in Hongarije in de 20e eeuw. En Van Dis vult deze aan met omkeringen van de Tweede Wereldoorlog. Nu luistert men voor de waarheid, namelijk naar de Duitse radio. Clivi is fragmentarisch opgezet met verschillende stijlen, citaten en een vermenging van genres. Het illustreert daarmee de complexiteit
om grote problemen in een verhaal te gieten. Tegelijkertijd toont dit de contemplatie van de hoofdpersoon over de werkelijkheid. Zijn zoektocht naar het juiste of meest effectieve verhaal. En daarbij is er een intertextuele religieuze laag. De 7 hoofdstukken hebben een overduidelijke Bijbelse oorsprong. En dat versterkt het idee dat we de wereld kennen via verhalen. Het boek bevat ook de strijd tussen verhalen, tussen Jacob en de redenvoeringen van de president. En dat wordt ook visueel weergegeven. De teksten van de president staan in een dikke rode letter, de typografie van de onderdrukker. Sprak de president laatdunkend over klimaathysterie, dan verbeterde Jacob het in klimaatzorgen. Grapte hij na het sluiten van alle asielzoekerscentra, we zijn weer onder elkaar, krijste Jacob, mag er een raam open? Kwam de nar klaar bij het woord nationaal, ejaculeerde Jacob cosmopoliet. Verarming, verrijking. Alle taal is politiek. Dat leerde hij als kind al. Maar dat hij zich er zo over opwond, baarde hem zorgen. Er is in dit boek sprake van een dubbele onthechting. De natuur berooft de mens van zijn huis en de neoliberale maatschappij ontaardt in een dictatoriaal bewind. De grootste slachtoffers hiervan zijn de inwoners van De Kuil, waar ook Jacobs vermissende vriendin Taleta woont. En door de overstroming weggespoelde dorp is de plek van de ongeregistreerde sociale onderklasse waar niet naar omgekeken wordt. De Kuil zit vol arme mensen. Goed genoeg voor de rotklussen, weggooi mensen. Het erf van Jacob wordt aangewezen als opvangplek voor de aangespoelde kuilers. Zijn huis wordt een toevluchtsoord voor intimiteit en zorg. Maar tegelijkertijd verliest hij daarmee autonomie en stabiliteit. Hij moet dus heel symbolisch een stukje vrijheid opgeven om de achtergestelde te helpen. Vervolgens probeert Jacob een stem te geven aan de slachtoffers. De Kuil moest een boek worden. Het doel is om orde in chaos te creëren, om een systeem aan te brengen. Maar dat blijkt lastig. De gedwongen collectiviteit van de slachtoffer levert ze bijvoorbeeld maar weinig op. Bijvoorbeeld als ze naar een televisiestudio trekken om daar het ware verhaal te vertellen, dan eindigt dat in een deceptie. Sterker nog, de botsing tussen het leger en de slachtoffers ontaardt ook weer in een gefragmenteerde weergave van wat er gebeurd is. De oral history, dus een stem geven aan de slachtoffers die Jacob probeert weer te geven en te ordenen, doet denken aan de getuigenissen na de Tweede Wereldoorlog die nog steeds worden vergaard. Zo wees Roxane van Ypres in haar 4 mei-rede dit jaar ook op het belang van die individuele stemmen. Afdalen, stil zijn en alle stemmen aanhoren. Ook de diepste uithalen van smart en van angst. In Cliffy is het klimaatontkenner Kees, Jacobs buurman, die zich ontpopt tot grote weldoener van de kuilers. Net als Jacob hoort hij hun verhalen aan en wil hij tot actie overgaan. Alleen acties kunnen mislukken. Woorden daarentegen beklijven. De slotsom is wellicht dat het water heus wel een keer over die dijken gaat komen. En dat het dan niet zoveel uitmaakt of je een naïeve klimaatontkenner bent als Kees of een panische wetenschapper als dokter Horvat. Wat er wel toe doet, is de maatschappij. Er is geen overkant, aldus Anne Vechter in een van de 3 motto's voor in het boek. Zo valt het land uiteen, zo lopen er scheuren door families en om het te vergeten of te ontkennen schaart het merendeel zich achter de sterke man die al het complexe eenvoudig maakt. Met zo'nzelfde voorkeur voor het eenvoudige verhaal zou ik kunnen concluderen dat Van Dis in zijn klimaatroman strijdt tegen de taalpolitiek van huidige politici. Tegen het wegzetten van oudere generaties, tegen etnisch profileren en tegen sociale ongelijkheid. En dat hij beschrijft hoe we afstevenen op een dictatuur zonder monarchie en met Arno Grunberg als Nobelprijswinnaar. Arno Grunberg is een voorbeeld. Het is gewoon een heel boos groot kind, is het. Hè? Heel infantiel als je die stukjes leest. Maar Cliffy van Adriaan van Dis is in tegenstelling tot het gelijknamige boek van zijn hoofdpersoon geen pamflet, maar een parabel. Hoogstens is het een pleidooi voor wat het zelf is. Een literair experiment met meerstemmigheid, verwijzingen, grapjes en originaliteit. Ook al zit niemand daarop te wachten. Literatuur als noodzaak van het overbodige.